Ik ben blij dat ik bij jou aan de tafel mag komen zitten. Dat vind ik fijn. Ja, en ik ben ook heel benieuwd naar jouw verhaal. Want waar ik altijd mee begin is, kom jij uit Boksel? Nee, ik ben geen Bokselaar. Ik kom uit Ossendrecht. Uit Ossendrecht, Ossendrecht okay. Ligt in West-Brabant, tussen Bergen op Zoom en Antwerpen, op de grens ongeveer. Daar kom ik vandaan, daar heb ik, ben ik geboren. 4 jaar gewoond, tot 1956. Toen is het gezin waar ik deel van uitmaakte verhuisd naar Boksel. Was het een groot gezin? Ja, ik was nummer 7 van 8 kinderen. Zo. En dat is ook de reden waarom wij verhuisd zijn. Niet dat ik de 7e was, maar de ouderen moesten naar middelbare school. En in Oostenrijk is geen middelbaar onderwijs. Die moesten naar Bergen op Zoom of naar Roosendaal. Mijn vader was zelf hoofd van de school in Oostenrijk. Oh. En die heeft toen gesolliciteerd naar een nog niet bestaande school in Boksel. De Zonnehoekschool. Hoe kan dat? Solliciteer nog niet naar een nieuw... Die moest nog gebouwd worden. Die is in 1954, 1955 werd die gebouwd. Dus daar wordt natuurlijk bericht dat ze naar een hoofd van de school zoeken en leerkrachten voor zoeken. Heeft hij gesolliciteerd, hij is erop aangenomen. Dus hij is in 1955, september 1955, het eerste schooljaar begonnen. 1955, 1956. Dat wij in januari 1956 verhuisd zijn naar Boksel. Okay. En vanaf 56, januari 1956 woon ik in Boksel. Dus eigenlijk ben ik wel een Bokselaar. Ja, eigenlijk toch? Wel, vind ik wel. Dan, dit is toch wel die eerste... De eerste 4 jaar weet ik niks van. En dan ben je ook naar school gegaan? Ik ben daar op de kleuterschool begonnen. In de school, dat daar plek genoeg was toen, ben ik daar, waren 2 kleuterklassen. En ik heb daar alle klassen doorlopen. Ik heb er zelfs eentje dubbel gedaan. Zo goed was ik. Nee, zo leuk voor je. Ja. Dat je boven niet weg natuurlijk. Ja. Dan dacht je vooruit, dan blijf nog maar een jaar langer. Nou, dat was toevallig wel in het jaar dat mijn vader overleed. Hij is in 1959 gestorven. Och, dus hij heeft nog niet lang... Nee, heeft hij daar in Boksel gewoond. Nee, tot 1959. Hij was een hartpatiënt. Hij heeft ook een open hartoperatie gehad in een bos. Maar dat is allemaal niet goed gegaan. En in september 1959 heeft hij een hartinfarct gekregen en is dan overleden. Och god, ja, dan was je nog jong. Toen was ik 7. Oh, dat lijkt me wel heftig. Ja. Kun je daar nog iets van herinneren? Zo? Dan heb je dat bewust meegemaakt? Er zijn best wel dingen die ik herinner. Maar ik weet dat mijn vader, ook van horen vertellen, maar ook van mezelf, die heel streng was. Was dat ook zo? Van naar jou ook zo? Dat ervaar ik wel zo. Als ik terugkijk naar mijn jeugd. Als wij smiddags hadden te eten met het gezin wat thuis was, minus degene die ze middelbare school zaten. Dan had hij altijd een lineaaltje naast zijn bord liggen. Maar als je niet fatsoenlijk at of zo, dan komt hij met een lineaaltje. Oh. En het ergste wat ik meegemaakt heb is, ja, en dat blijft dan juist zo bij, dat als hij echt boos was, dan moest je je eigen martelwerktuig gaan halen in de bijkeuken. Want dan moest je de mattenkloppen gaan halen. Oh god, en dan kreeg je echt met een... En dan kreeg je met een mattenklop, maar die moest je zelf gaan halen. En dat is zo'n vernedering. Ja. Ik wil zeggen, dat zijn dingen die herinner je, maar voor de rest kan ik me er niks aan herinneren. Nee, maar maf dat zoiets dan zo op uw ziel geschreven staat. Dat heeft, hè, heel veel indruk gemaakt. Ja. Dus dat blijft bij je. Ja. En het moment dat hij overleden is, daar was ik ook bij. Dat is ook heel heftig. Heb je maar, natuurlijk wel gevormd in het latere leven, of niet? Of zeg je van... Nee, want ik heb hem eigenlijk niet gekend. Nee. Nee, hij was altijd op school. Kijk, want we denken wel een onderwijzer die is van 9 tot 5 op school. Nee. Maar die begint al van tevoren en aan de rand ook nog, hè? En zeker directeur. Ja. Dan ben je helemaal lang bezig. Ja. En een groot gezin, dus de anderen die hadden misschien weer meer aandacht nodig. Ja, of, ze waren 8 kinderen toen. Ja. En toen hij overleed was denk ik de oudste 19 of 18, 19. Hij had al verkering, dat weet ik wel. Ja, en zodoende zijn ze langzamerhand zijn ze allemaal thuis uitgegaan. Ja. Ja. En jouw moeder heeft eigenlijk dat gezin toch verder opgevoed? Ja, dan nog? Is altijd alleen gebleven met 8 kinderen. Dat is toch heftig geweest voor haar? Ja, precies. En die is wel oud geworden? Die is 96 geworden, die is bij de dubbele. Oh, ja. 96, die heeft heel lang nog tot denk haar 92ste of tot de 90ste. In 92 heeft ze in de Doornakelaar gewoond, helemaal alleen, in een heel groot huis. 5 slaapkamers, gebruikte er maar 1. Ja, maar die had zoiets, ik woon hier prima. Dan ja. Was het nou een huurhuis van de gemeente, want daar zijn we in 56, was dat, die Doornakelaar was gebouwd voor, ik denk ambtenaren, want er woonden ook gemeenteambtenaren en er woonden onderwijzers. En
Later zijn die huizen naar de woonstichting gegaan en die zijn op een gegeven moment verkocht. Ja. Alleen mijn moeder, ja, die weduwe met 8 kinderen, die kan zijn huis niet kopen. Nee. Dus die heeft altijd blijven huren totdat ze, ik denk, toen ze 90 of 92 was, is naar de Bongert gegaan. Wonen ze toch ook nog zelfstandig. Oh ja. En toen is het huis is verkocht. Daar is ook gestorven, was toen in ging de Bongert, ja. 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 In de Bos het ziekenhuis, maar daar is ze ook weer weg geweest. Ja. Dus het is 96 geworden. Ja. Toch een hele leeftijd. Nou, echt wel. Goed. Ja. Hé, hey Christ, en jouw loopbaan? Ik bedoel, vanaf de Zonnehoek, wat ben jij gaan doen? Ja, ik ben uiteindelijk ben ik bij de Marechaussee terechtgekomen. Koninklijke Marechaussee, moet ik zeggen. Ja. In eerste instantie had ik bij de Rijkspolitie gesolliciteerd. Daar werd ik afgewezen. Waarom weet ik dat niet precies, maar dat is ook nooit te weten gekomen. Toen wilde ik bij de Marechaussee solliciteren. Alleen politieagent Kools, wat een kennis was van mijn vader, met die verkeersles gaf op school, die zegt, nee, je moet bij de gemeentepolitie solliciteren. En ja, misschien was ik toen wel heel dwars. Dat wilde ik dus niet. Waarom niet? Dus ik wilde niet in zo'n klein dorp als politieagent. Wijkagent, ja, bijvoorbeeld. Dan natuurlijk. Dus ik wilde in ieder geval niet in de eigen plaats. En achteraf vind ik ook dat ik die goede stap gemaakt, omdat ik anders wel in een grote plaats terecht had willen komen. Omdat ik later in mijn loopbaan 6 jaar in Eindhoven gewerkt heb. En dan zie je dat in jouw vak is er wel veel meer te halen dan in boksen. Dan heb je toch wel een heftig leven gehad in die tijd. Want ja, je hebt natuurlijk van alles meegemaakt. Ja, kijk, als je die hele loopbaan doorgaat. Ik heb meegemaakt dat ik op Paleis Soestdijk werkte. In de jaren 80 dat koningin Juliana aftreedt. En ik werkte toen op het paleis. Dus ik zie haar als koningin weggaan en ik zie ze s'avonds als prinses terugkomen. Jee, ja. Had je daar ook contact mee met zo'n koningin of niet? Was ze dan ook van, hé, Christ? Nee, zo was het niet. Dag, Christ. Nee? Het was wel zo dat je vaak, je moest haar beschermen, ook als zij achter in de tuin aan het wandelen was. Oh, dus was je eigenlijk een soort bodyguard? Een soort bodyguard. En had je ook je kostuum aan? Of ik moet alles weten, want ik ben nieuwsgierig. Ja, uniform aan. Oh, dan wel. Ja. Oh, ja. Maar dat was zien zonder gezien te worden. Dus jij moest haar wel zien, maar zij mocht jou niet zien. Snap je? Ja, dan zat je een vloogje van de ene boomstruikje achter. Ja, precies, ja. Dus als zij ver ging wandelen, dan ging je ver mee. Als zij bij het paleis in de stoel ging zitten, stond jij ergens anders. Maar ja... Hoe ben je daar terechtgekomen? Na de opleiding, dan moet iedereen die een opleiding met de Marechaussee heeft gehad, moet naar een wachtbrigade. En dat kan zijn, dat was toen Soestdijk, maar dat was ook Paleis het Loo. En dat was ook de ambassades in Den Haag, die opgemaakt worden. En het parlementsgebouw. Ja, ja. Dus dat was een verplichte standplaats, zeg maar. Ja. Dus ik heb toen eerst Soestdijk gehad en dan ben ik naar Den Bosch gegaan daarna. En dan ga je weer vervolgopleiding, heb ik onderofficiersopleiding gedaan, toen werd je wachtcommandant. En toen werd ik dat in. Drakenstein, kasteel Drakenstein. Dan had je ook de post Prinsjes. Dat was als de 3 prinsjes van Beatrix en Klaus. Ja. Als die buiten gingen spelen naar school, dan moest je daar ook achteraan en zien zonder gezien te worden. Maar die kinderen zijn echt kinderen op dat moment. Dus die vliegen van op, maar. Ja, nee, maar die proberen jou uit. Oh ja, dus die zijn met golfballetjes bezig. Van, meneer, kunt u even een balletje pakken? En zo proberen ze jacht. En moet je dat dan? Nee, dat hoef je niet te doen. Dat doe je wel. Dan gaat jouw tijd ook een beetje sneller. Ja. Ja. Dus je speelt wat mee met die kinderen. Dus ik heb met koning Willem-Alexander gespeeld. En toen je dat had gedaan, wat ging je doen? Toen ben ik overgeplaatst naar de brigade Eindhoven. Heb ik heel lang op de brigade Eindhoven gewerkt. Dan viel de legerplaats Oorschot. Het was een hele grote legerplaats. Viel eronder. Wij deden vooral politiedienst ten behoeve van de strijdkrachten toen. Alleen toen voelde ik al dat ik het recherchevak in wilde. En toen ben ik in 86 naar de rechercheschool gegaan in Apeldoorn. Dat is een aparte opleiding helemaal. Een heel aparte opleiding. Want dat is meer onderzoek, zoeken of zo. Wat is dan het verschil? Ja, nou, kijk, als je gewoon het politiewerk doet, verkeersovertredingen, aanrijdingen. Dat deed ik toen, maar dat vond ik helemaal niet leuk. Daar zat geen uitdaging in. Ik wilde dieper kijken. Heb je het ook druk gehad in jouw werk? Ja. Ja, is er altijd, ik denk altijd, je hoort wel van alles, er is ook wel van alles te doen, maar is het dan ook echt dat je constant bezig bent? Ja, dat ligt aan waar je mee bezig bent. Er zijn natuurlijk hele zware periodes. Ik heb vanaf de jaren 95 tot 2001, ben ik 6 jaar uitgeleend aan de politie in Eindhoven.
voor de grensoverschrijdende criminaliteit. Een speciaal team was dat. Toen ik daar teamleider van werd, maakte ik soms 60, 70, 80 uur in de week. Want ik ging 's morgens weg en ik wist nooit wanneer ik thuis kwam. Maar afgesproken van nou om 6 uur staat het eten klaar. Als je er bent, dan eten we. Als je er niet bent, dan haal je het s'avonds met de magnetron. Ja, zo is het. Ja. Maar als ik dan tafels gegeten had, dan ging ik weer naar boven. Want ik moest de volgende ochtend moest ik weer een bespreking hebben met het hele team. Maar dan moet je eigenlijk voorbereiden, kun je niet het los pols. Dus dan was ik alles weer aan het doornemen en rapporten maken en lezen. Dus dat waren echt lange dagen. Ja. Maar heel spannend, want anders had ik dat niet gedaan. Anders had ik dat niet vol kunnen houden. Nee, dat is je moet het graag doen. Het moet wel jouw ding zijn, wil je zeggen. Ja, kijk, als je dat niet ligt. Ik heb ook wel mensen gehad die solliciteerden bij het rechercheteam. En zeiden, ja, maar ik wil wel even vertellen, ik ga om 5 uur naar huis, hoor, want dan is mijn dienst. Ze zeiden, ja, dan zit je hier verkeerd. Ja. Want wij beginnen wel om 8 uur, maar we weten nooit wanneer we klaar zijn. Kan van alles tussen komen natuurlijk. Dan kan er iets bijzonders komen en dan, dan moet je door. Ja. Ja. En dan moet je soms 's avonds doorgaan, die moet 's nachts doorgaan en soms dat je 34 uur niet slaapt. Ja, en je weet ook nooit waar je zit. Of was er altijd wel dat jullie veel op kantoor zaten of zo? Nee. Want wordt overal bij je achteraan aan het jaar. Ja, je bent veel van huis, veel met de auto weg. En, was het nooit zo angstig, maar ook voor jouw gezin? Zijn die nooit bedreigd of kon je daar goed helemaal privé houden? Nee, je moet, ik heb thuis niet altijd alles verteld. Nee, dat kan ook niet. En dat doe ik nou ook nog niet. Nee. Maar, er zijn best wel dingen die zijn heftig geweest en je moet daar je familie niet bij betrekken. Nee. Maar zijn die nooit bedreigd geweest nee, of zo? Nee. Dus je hebt altijd wel jouw privé goed. Wij schermden alles goed af. Onze auto's die wij hadden, ook de kentekens, die waren afgeschermd. Dus als een crimineel ons kenteken probeerde na te trekken, dan was dat afgeschermd voor iedereen. Ben je wel eens bedreigd? Ik heb één keer een heel angstig moment meegemaakt, maar dat was een hele andere tijd. Het was denk ik begin 80 dat de Molukkers, we hebben de treinkaping gehad bij Wijster. Ik heb dienst gedaan in Hogesmilde, waar die school was bezet. En ik weet nog dat in Assen moest het wijkgebouw Patimura moest ontruimd worden. Toen zat ik bij de ME, daar heb ik ook bij gezeten. En toen werden we beschoten vanuit de huizen, maar dan werden dakpannen opgelicht en vanuit de dakpannen werden met geweren beschoten. Mm. En toen ben ik een keer ontzettend bang geweest, want toen bleek dat we zelfs met 7 man zaten, we geloof ik in zo'n busje, konden we achter het rechter voorwiel van zo'n auto zitten met 7 man. Dus dat was heel knap. En als je het hebt over 7 kleuren, nou toen. Ja, dat kan me voorstellen. Maar voor andere keren, nee, denk ik niet. Want als je het niet kunt, moet je het niet doen. Want het is constant spannend, hè? Dat lijkt mij zo. Ik bedoel, wat je ook gaat doen, of je gaat iets zoeken, of je gaat achter een crimineel aan, het is constant spannend. Dus je hebt constant een adrenalinegevoel, hè? Ja. In je... Als jonge gast, ik was 21, toen ik werd gedetacheerd in Amsterdam. Toen verleenden wij bijstand aan de politie in de Warmoestraat. Dus ze hebben de ballen. Mm-hmm. En toen heb ik dus... Die was hartstikke groen en je leert van alles dan, maar je gaat met die dienders mee de straat op. Maar zodra je in een café binnen gaat, moet je zorgen voor rugdekking. Dus ik ging altijd met mijn rug tegen de muur, dat ik alles voor me had. En dat is iets wat overgebleven is, want als ik in een restaurant of waar ik naartoe ga, ik wil altijd iets van me af kunnen zien. Ik ga nooit met mijn rug naar de massa zitten. En of dat de schrik is, het zal wel geen schrik zijn, maar... Ik moet het van me af kunnen kijken. En misschien is het daar wel geboren, dat weet ik niet. Ja, en ook er zit zo in hoe verkleefd die dingen, dat een stukje Christ is geworden. Ja, van ik ga daar zitten. Hoe is het dan als het wel toevallig is dat heel een mikmak achter jou zit? Nou, dat weet Betty. Mijn vrouw weet dat. En als wij een restaurant binnenkomen, dan weet ze meteen waar ik wil gaan zitten. Want die weet dat ik niet mijn rug... Nee. Als we bijvoorbeeld Rembrandt binnenlopen, bij het restaurant. En we gaan bij het raam zitten. Dan ga ik niet naar het raam zitten kijken. Dan wil ik vanaf het raam de restaurant in kunnen kijken. Ik wil zien wat daar gebeurt. Ja. Geen verrassingen. Maar dat is niet omdat ik bang ben dat er iets gebeurt. Nee, maar dat is gewoon, Maar ben je dan ook constant, zie je dan ook alles nog steeds? Ik zie alles. Wat er gebeurt, is er nog steeds? Denk ik, denk ik. Ja. Ja, maar weet je, het is of dat nou wel is of niet. Kijk, iemand anders zegt, ik zie niks, ik zit lekker te eten, ik heb een wijntje en ik kijk nog eens niet wat. Ja.
Terwijl je hebt ook mensen die, van, die binnenkomen en die zien meteen, oh, die was er niet. Ja. Okay. Nee, ik denk zelfs dat ik vier gesprekken tegelijk kan luisteren. Oh ja? Maar of dat echt waar is, weet ik niet meer. Maar nee. Als ik erop zou focussen, dan zou het wel kunnen. En ik zie ook wat er in zo'n restaurant gebeurt, als je het meer over zo'n restaurant. Ja. En op straat, ik kan het goed observeren. Ja, en ik denk ook wel dat je daardoor ook aan houdingen van mensen ziet van, daar is het wel gezellig. O jee, daar hangt wel meer spanning aan die tafel. Want dat heb je natuurlijk ook geleerd met je opleiding. Dat zie je op straat dan. Ja, het is echt wel een soort hele goede mensenkennis wat je hebt natuurlijk. Ja, denk het. Dit lijkt me ook wel gruwelijk afkicken als je daar weggaat. Of was het klaar voor jou? Nee, het was eigenlijk helemaal niet klaar. Toen ik in 2006 wegging, na een reorganisatie die ik zelf mee op poot heb mogen zetten. Waar mijn collega's mij al waarschuwden van, Chris, je bent naïef. Je hebt niet in de gaten dat je dadelijk zelf buiten de boot valt bij die reorganisatie. Ja, misschien was ik inderdaad naïef, maar ik had zo'n zin om daar weer zo'n mooie rechercheclub neer te zetten. En toen moest ik op mijn eigen functie solliciteren en dat kon niet. Daar had ik niet de juiste papieren voor. Ik moest een academische opleiding hebben, nou, die had ik niet. Men had nog 4 of 3 jaar van jou willen profiteren, dat kon ook niet. Ik heb gezegd dat ik wil nog 5 jaar langer werken dan. Mijn part werk ik 10 jaar langer, want ik heb zo'n plezier in mijn werk. Ja, want hoe oud was je toen? Toen was ik 54. Ja, dat is nog te jong, nou, precies, hè? Ja, daar wil je nog niet. Ja. Maar dat zat er dus niet in. Dus ik ben eigenlijk, ik voelde dat toen als oud vuil aan de straat gezet. Ja. En dat heb ik ook laten merken. Ik denk dat het eerste jaar dat ik thuis was, dat ik helemaal niet plezierig was. Ik was misschien wel ontzettend chagrijnig, totdat ik na een jaar achterkwam. Er is er maar één die daar last van heeft. Ja, misschien twee. Ja, jouw of mijn gezin, ook, mijn gezin ook. Gezin, ja. Maar ik zelf heb er het meeste last van. Tuurlijk. En toen heb ik de knop omgezet. Toen zat ik in het archief in Bokstel. Zat ik wat dingen uit te zoeken. Voor de stamboomonderzoek. Ja. En toen kwam voor mezelf. Ja. En omdat ik daar in mijn de familie van Betty zit een veldwachter. Een van haar voorouders was een veldwachter in Bokstel. Dus ik vond heel veel van die veldwachter. Dan vind je ook heel veel politiewerk. Nou, dat was hartstikke interessant voor mij. En ik vond daar ook dingen van de marechaussee uit Bokstel. Och, wat leuk. En toen dacht ik, weet je wat, ik wil die knop omzetten. Toen ben ik ook een verhaal gaan schrijven over die marechaussee in Bokstel. Maar dat is een beetje uit de hand gelopen, want ik vond te veel dingen. Toen hebben we er maar een boekje van gemaakt. En dat is dit boekje geworden. Wie zijn we? We? Ja. Jij en Christ. Nee, ik spreek heel vaak in we, omdat als je een recherche-team hebt, heb je het altijd over we. Dan moet je nooit over jezelf praten. Oh, ja. Maar dit is, het is toch, we is ik. Wat was nou het meest bijzondere wat jij daar zo zocht? Van 1819 tot 1843 hebben ze een kazerne gehad in de Rechterstraat. Midden in het dorp. Op de plaats waar later Witteveen zijn woninginrichting had. Oh ja, daar. Nou, dat is hele echt pand, midden in het centrum. Ja. Het hele pand was kazerne. En dat moest ook midden in het dorp, want men zocht nou juist een pand dat aan een grote weg lag. Ja, dat was toen, nou, ja. De Rechterstraat was de grote weg. Ja. Want de weg van Den Bosch naar Eindhoven, die ging dwars de Bokstel heen. Ja. Er moest een vrederecht zijn, een vrederechtspraak. Vrederechtspraak? Wat is dat precies? Ja, wat het nog geen rechtbanken zoals we die nu kennen. Dus als we naar een vrederechter gaan in Bokstel, dan onder andere Hendrik Verhees was een van de vrederechters en die spraken recht voor allerlei zaken. En die zaten in het gemeentehuis? Die zaten in het gemeentehuis. Vanaf 1843 hebben ze in het gemeente op de markt gezeten. Maar daarvoor spraken ze recht onder andere in een café. In het Fortuin onder andere is veel rechtspraak gedaan door Hendrik Verhees. Het Fortuin? Het Fortuin was een café aan de markt, ongeveer waar nu Mickey's zit. Oké. Daar. Ja. Iets meer naar links, denk ik. Ja, ja. Ja. Later is dat het gat in de het markt. Het gat in de markt, ja. Daar heeft Hendrik Verhees gewoond als vrederechter onder andere. Maar ook daarnaast had het Fortuin, het café Het Fortuin. Ja. Of herberg waarschijnlijk. Ja. Daar werd dus rechtspraak gedaan. Dus er waren een aantal criteria waar je moest voldoen om een kazerne, heette dat toen, van de marechaussee te krijgen. Die hebben dus daar midden in het dorp gezeten. Wat dacht jij toen je dat zag? Hè? Want dat wist je dus helemaal niet. Nee, dat wist ik niet. En nu kun je zien dat er een stukje van die kazerne is bewaard gebleven. Want natuurlijk dat pand van Witteveen, dat is helemaal afgebroken, dat is een heel ander pand gekomen.
Maar als je nou kijkt naar het pand wat naast Witteveen zit, daar heeft vroeger kapper Kolen gezeten. De rechtse muur, dus de deur van de kapper, zeg maar, die is precies tegen het huis aangebouwd van de Marge-José, de kazerne. Later is die kazerne afgebroken, maar die muur is natuurlijk, die zijmuur blijft staan. Ja, die blijft staan. En dat is nog een stukje, dat is gegarandeerd 300 jaar oud. Dat stukje muur. Christ, en toen, je kreeg dus de smaak te pakken. Ja. Voor mij heb jij heel veel met je neus tussen oude foto's en boeken gezeten. Ja, en daar is dit weer een mooi voorbeeld van. Dat zijn een boekje over de laatste bewoner van huis Duinendaal. Ik vond in het boek van Boksel Kijk Nou Eens van Theo van der Aker geschreven met foto's van Piet Vroers. Daar vond ik een foto van huizen Duinendaal. En daar stonden twee mensen op een stoepje. Het was een hele wat korrelige foto. Maar ik dacht dat zou wel eens de oudste foto kunnen zijn waar een pand op staat. Een huis op staat in Boksel. Je ziet wel vaak oude foto's. 1880, waar een hele mooie portret op staat. Maar huizen, men ging geen foto's maken van huizen, want ja, zoals wij nu fotograferen met onze digitale camera, nou, dat was er toen niet bij. De fotografie is van 1839 uitgevonden. Nou, als je dan al in eind 19e eeuw al foto's kon laten maken van je gezin, dan was je al rijk. Ja. En kon je zelfs foto's van je huis laten maken, want waarom zou je dat doen? Waarom moet er nou een huis op staan? Ja. Opa en oma was veel belangrijker dan het huis waar ze woonden bijvoorbeeld. Dus ik dacht, dat zou wel eens het oudste pand kunnen zijn. Toen ben ik dus gaan zoeken naar die bewoners. En dat is dus de familie von Hartitsch die daar gewoond heeft. Hoe zeg je het? Von Hartitsch. Ja, dat is een Saksisch, een Duitse naam uit Saksen. Ja. Hij heeft 7 jaar op kasteel Stapelen gewoond. Oh. Kasteel Stapelen was op een gegeven moment stond leeg. Dat was van een zekere Bogaerts uit Tilburg. Maar die deed helemaal niets aan het kasteel. Die liet het gewoon bekommeren. Stond wel te huur in de jaren 1830, 1840, zoiets. Heeft hij een aantal jaren op het kasteel gewoond. En toen kwam huis Duinendaal, kwam vrij. En toen is hij daar naartoe. En dat huis dat is genoemd naar een drossaard die daar gewoond heeft. Duinendaal, of Van Duinen. Ja. Drossaard Van Duinen. En daar werd dus later in de stukken werd dat teruggevonden als Duinendaal. Oké. Okay. Daar heeft hij een paar maanden gewoond, toen is hij overleden. In 1844. En zijn vrouw, was ook van adel, Belgische adel, die heeft er tot 1888 gewoond. Dus die heeft er 40 jaar langer gewoond. Zo. En toen is het huis naar de parochie gegaan en naar uiteindelijk kleuterschool geworden. Ja. Ja. Goh, ja, dan weet ik nog wel de kleuterschool. Maar deze von Hartitsch, zijn graf vind je nog terug. Von Hartitsch zelf was protestant. Zijn zonen waren protestant. Zijn vrouw was katholiek en hun dochter was katholiek. Hmm. De vader, dus Georg Wilhelm von Hartitsch, die ligt begraven op het protestantenkerkhof. Een graf wat zo dicht mogelijk tegen de muur aan ligt, zo dicht mogelijk tegen het katholieke kerkhof. En dan had je vroeger wat huisjes staan en dan had je nu heb je nog een kapelletje staan, zo'n grafkapelletje. Mm. En daar ligt zijn vrouw met zijn dochter begraven. Ach jee. En in dat kapelletje, daar kun je ook het wapen zien van von Hartitsch. Dat zijn twee barbelen, twee vissen. Dat vind je ook op het protestante kerkhof. Dus ze zijn begraven wel heel dicht bij elkaar. Ja. Maar het was gescheiden, want de ene was protestant. Ja, de andere was katholiek. Jee, daar gaat toch wel veel tijd in zitten, Chris, als je dit allemaal uit gaat zoeken. Ja, dat klopt. Heb ik nou toch? Ja, dat is ook. Maar dat lijkt me ook wel, als je zo in zo'n familie duikt, dat het gewoon een stukje familie van hem wordt. Hè? Ja. Je moet het ook wel loslaten, hè? Ja, ik ben met andere dingen bezig. Ja. Nou, hè? Ja. Ja, vertel eens, maar dan? Wat ben je nou mee bezig? Heel veel werk, heel veel tijd stop ik nu in de beeldbank Boksel. De beeldbank? Beeldbank Boksel. Dat klinkt lekker. Ja, de beeldbank Boksel, vertel. Ja. Ik zorg dat de foto's erop komen. Dus je bedoelt gewoon echt de oude foto's? Die zorg je, als je nou een nieuwe foto hebt, dan zet je die op die bank? Ja, dus zo'n foto wordt gescand. Ja. En het digitale foto, die wordt op de beeldbank geplaatst. En die wordt beschreven. Zet er ook iets bij. Ja, zeker, want dat is belangrijk. Kijk, dit is een foto van een drooghisterij De Vijzel. Die heb ik eergisteren gekregen van Willy van der Heijden. Maar leuk, ja. Die heb ik dus gescand. Staat dus nu ook op de foto, op de beeldbank. Ja. En er staat bij omschreven dat hij op de markt heeft gezeten. Het huisnummer staat erbij. Wanneer dat die afgebroken is. Wanneer er een nieuw pand is gekomen.
enzovoorts. Alles wat ik weet of te weten kan komen. Ja. En Willy van Nijden heeft mij van de week ook nog wat verteld over het nieuwe pand wat er staat. Ja. Dat schrijf ik ook op en dat staat er allemaal op. En mensen die dat zien en die zeggen, hé, maar dat klopt niet. Want ik weet toevallig dat het zo en zo is. Ja. Die kunnen jou dan mailen of zo. Hoe gaat dat dan? Gaat er veel mooier. Die beeldbank, als je het scherm voor je hebt, je internetscherm, hè, ja. Dus je ziet die beeldbank. Dan zit daar een mogelijkheid in om te reageren. Oh. Van, hé, ik weet dat het, nee, dat is niet de vijzel, dat is oliemeulen. Ja. We hadden nog een drogisterij. Ja, oliemeulen. En dan zei ik, helemaal niet waar, want het zat grote letters de vijzel op. Ja, nee, maar, ja, maar bij wijze van spreken. Bij wijze ja. van spreken ze, nee, dat is niet de vijzel, dat is oliemeulen. Dus die kan dat intypen en dan komt er bij mij een mailtje binnen. En dan zegt, hé, dat is, nou ja, dan stuur ik altijd een mailtje terug van, hartelijk dank voor, ja. voor de informatie. In dit geval klopt het niet, want er staat de vijzel op en de oliemeulen ja. zat in de... In de Rozemarijnstraat, ja. ja. Dus er is, ja. Oh, dat is wel leuk. Het is interactief. Ja, ja. ja. Want, en hoe kom je nou aan die foto's? Want het is ook weer zo overal verzamelen ja. en... Gelukkig is er een aantal verzamelaars in Boksel. Bijvoorbeeld ons lid Frans van Suzant heeft heel veel ansichtkaarten van Boksel. Maar ook een oud postbode, hij heet Wim Baaijes. Daar ben ik zo uit geweest, die had denk ik wel... 1000 ansichtkaarten van Boksel. Die heb ik allemaal gescand. En die staan allemaal op de fotobank. En soms komen er wel dubbel bij. En op een gegeven moment ben je dan verzadigd met oude ansichtkaarten. En dan moet je soms dan gaan zoeken naar... Hé, die heb ik nog niet, maar er zijn er maar weinig meer over ja? ansichtkaarten. Maar ja. die zijn er nog wel. Dan plaatsen wij oproepen in de Brabants Centrum, Brabants Dagblad. Nu? Omroep Dommeland. Ja. En nu? En hier aan Want de wij zoeken dus echt oude foto's. Wij zijn op zoek naar foto's van oud Boksel. En er zijn gegarandeerd mensen die hebben op zolder een schoenendoos staan. Die vol zit met foto's waar ze niks mee doen. Ja. En die denken van, ja, wat moet ik daarmee? Of een huis wat leeg doe komt maar in de kliko. Ja, van of, opa's, oma's, ja, vaders. Mensen moeten een huis ja. leegmaken. Daar hebben wij een hele leuke term voor verzonnen. EHBO, alsof we die niet kennen. Maar het betekent... Eerste hulp bij opruimen. Ja, ja. Dus moet er een huis opgeruimd worden en vind je een doos met oud spul, en dan bedoel ik oud spul, foto's. Ja. En er mogen ook familiefoto's zijn, want dit is soms een familiefoto. Ja. Deze foto die is meer dan 100 jaar oud. Nou, heb je zulke foto's en weet je ook wie erop staat, want alleen maar foto's ja. en je weet niet wie erop staat, dat is wel jammer. Ja, maar dus, ja, met maar... huizen of bekende families in Boksel. Laat het ons weten. Neem contact op met de Heemkundekring op debeeldbankboksel.nl. Vind je ons adres. Je kunt zo reageren. Komt altijd bij mij binnen als gegevensbeheerder van de fotobank. Ja. Ik neem contact op. Ik ga de foto's ophalen. Ja. En als je ze niet uit handen wil geven, dan nemen we de scanner mee. Dan gaan we ze daar scannen. Ja, leuk. Maar we willen dus echt zoveel mogelijk foto's die nu nog op de zolders liggen. Of in de schoenendoos. Ja. Ja. Die willen wij graag scannen. En graag op ons beeldbank plaatsen. Ja, de Heemkundekring, hè? Mm-hmm. Wat is dat nou precies? Heemkunde is eigenlijk onderzoek doen naar je eigen lokale geschiedenis. Dus de geschiedenis van Boksel. Ja. Je eigen heem, je heim. Ja, oh ja. Daar komt ja. het eigenlijk vandaan, hè? Dus lokale geschiedenis in de breedste zin van het woord. Maakt niet uit wat, maar je gaat echt het, snuffelen. Dat kan zijn de Palmpaasoptocht. Dat kan zijn archeologisch onderzoek in de grond. Dat kan zijn oude foto's verzamelen van Boksel. Echt lokale geschiedenis. En als je maar veel lokale geschiedenis aan elkaar plakt, heb je zo de geschiedenis van Brabant. Ja. Al die foto's die nou op zo'n bank staat, hè, zo'n fotobank. Wat kunnen mensen daar nou mee doen? In de eerste plaats kunnen ze bekijken en herinneringen ophalen, want je ziet foto's. Waarvan je, och ja, he, ja, net zoals nou de vijzel, och ja. Dat weet ik ja. nog wel dat het er zo was. Ja. Maar nou zijn er bijvoorbeeld foto's, zo'n foto. En die zegt, hé, dat is mijn oma die erop staat. Ik heb die foto helemaal niet. En die zou ik graag willen hebben. Nou, je kunt dus op die beeldbank een verzoekje dienen. Dezelfde manier als dat je opmerkingen maakt van, ik zou graag die foto willen hebben. Je krijgt van ons altijd een foto. En dan mag je mee doen wat je wil. Als je maar de bron vermeldt waar je hem vandaan hebt. Want wij vermelden ook de bron. Van wie wij hem hebben. Ja, sowieso. Dus die ja. afspraak maken we. Ja. Hij kost niks. Je hoeft ons niks te betalen voor die ja. foto. Wij hebben ze ook gekregen. Ja. Je mag ze gebruiken voor je eigen gebruik. Kijk, als je er geld mee gaat verdienen, ja, dan wordt het een andere zaak. Dat doen we niet. Nee. En ook de hele beeldbank opvragen, want ik wil ze alle 11.000, want we zitten nu op 10.800 en nog wat.
Dat doen we ook niet. Nee. Maar als je zegt van ik wil die foto of ik wil alle foto's van de vijzel, want er staan er wel 5 op bijvoorbeeld. Je kunt dus ook intikken bijvoorbeeld een persoon. Dat kan ook, je kunt dus zoeken op trefwoord. Bijvoorbeeld als ik mijn oma of mijn weet ik wat, dan huppakee, een trefwoord en dan krijg je alles wat je daarvan hebben. Ja. Want sommige mensen hebben geen zin om al die foto's, want het zijn toch... Hoeft ook niet, want je kunt dus het trefwoord invoeren. Je zegt Stationstraat. Oh ja, natuurlijk. Dan krijg je 400 foto's van de Stationstraat. Ach, wel leuk, ja. En zeg je, ik wil van de vijzel, dan tik je het woord vijzel in. Ja. En dan krijg je denk ik 5 of 6 foto's. Tik je de markt in, gemeentehuis, postkantoor. Maar je bent al heel ver met 11.000 foto's, hè? Ja, maar er komen er nog veel meer. Ja, maar nou, je gaat natuurlijk ook naar bijzondere personen. Ja. Of, ja. Nou kijk, bouwen, we alles. Vinden ook in het project bijvoorbeeld, wat we ook gedaan hebben met Pia Jansen. Mm-hmm. Dan vind je een schilderij van een pastoor. Pastoor van Gennep. Dat is een pastoor geweest die begin 1900 pastoor en deken was in de Peterskerk. Daar hebben wij een portret van gefotografeerd. Maar die staat ook op de beeldbank, omdat dat een bekende Bokselse figuur is. Ja. Nog een heel groot project is toch wel die Pierre Jansen. Ik denk dat het grootste project van de laatste jaren. Hoe komt het dat hij zo uit de hand is gelopen en zo groot is geworden? Ja, eigen schuld. Ik denk 2008 krijgt de heemkunde Boksel een schilderij aangeboden van een zekere Jurkens uit Tilburg. Die was een dommel gezicht. Die man was al op leeftijd. Die denkt, nou ja, dat schilderij, dat overleeft mij wel, maar ik het schilderij niet. Die schenkt het aan Boksel, want het hoort in Boksel thuis. Heemkunde denkt, ja, goh, wat moeten we met zo'n groot schilderij? Het is zo'n groot schilderij. Dat is ook een heel groot schilderij. Ja, ik denk 1,20 breed. En er zat er ook nog zo'n brede houten lijst omheen. Dat heeft de heemkunde laten restaureren door Lucas. Zit Lucas. Ach, ook de lijst is gerestaureerd. Ja. Toen hebben ze het opgehangen op de plek waar het geschilderd is. En dat is in Huizen Molenweide. Daar hangt het op de 5e etage, geloof ik. Op een doorgang van het ene gebouw naar het andere. Hoe heel mooi is het daar geschilderd dan? Het is een dommelgezicht en daar loopt de dommel, hè, bij de Tijvert. Ja. En daar heeft Jansen dat schilderij gemaakt. Dus nu hangt het op de plek waar het geschilderd is. Och, ja. En toen kwam Joop Schuller met het idee van, moeten wij als heemkunde kring iets met die schilder Pia Jansen doen? En toen kwam men bij de fotowerkgroep uit, die verhoorst dan ik, van, goh, kunnen jullie daar iets in betekenen? Met het fotograferen van schilderijen van Pia Jansen. We weten er wel een paar. Ja, dat wilden wij wel. Want jullie kennen hem wel al, van naam? Ik niet. Ik had er nooit van Pia Jansen gehoord. Nee, ik ook niet. Nee, dus ik nog dacht... nooit. Okay. Was voor mij helemaal nieuw. Het is echt een Bokselse schilder, kunstschilder? Geworden, ja, ja. Ik zal vertellen. Wij zouden de schilderijen gaan opsporen van Pia Jansen. En we hoopten er zo'n 30 te kunnen vinden. Dat is dus gruwelijk uit de hand gelopen. We zitten nu op 537, geloof ik. En in 2012 hebben we dit boek gemaakt. Toen hadden we er 400. Een goede 400. En hoe kom je dan aan die schilderijen? Ja, we wisten een paar wisten we te hangen. En dan degene waar je bent. Je zegt, oh, maar ik weet, onze Truus, of onze tante Truus heeft er ook nog heen hangen. Want het waren meestal gewone mensen? Het zijn meeral oudere mensen waar ze hangen. Of het zijn de kinderen van die oudere mensen. En die zijn dan ook al op leeftijd van 60, 70 zo. Ja. Die ze nog hebben hangen. Maar als je nou naar echt de jeugd gaat van 30. Die moeten zo'n schilderij. Dan vinden ze maar niks. Ja. Maar door mond-op-mond reclame kregen wij schilderijen. Doordat we in het Brabant Centrum een oproep plaatsten. En wat schilderijen lieten zien. Dan kwamen er meer dan 100 kwamen erbij. Van het een kwam het ander. We hebben toen een tentoonstelling georganiseerd in 2012. En daarna zijn er nog meer dan 100 binnengekomen. Dus het zijn al zo'n 537 geloof ik dat we er nu hebben. Maar die zijn toch niet geschonken aan jullie? Nee. Wij gaan naar de persoon foto's toe. Bedoel je? Ja, we gaan foto's maken. We vragen aan ze of we die foto's mogen publiceren. Dat leggen we ook vast met een contract. Oh, slim. We mogen alle schilderijen mogen publiceren. Moet daar of mag daar uw naam bij? Ja of nee? Ja. En mensen beweerden natuurlijk ook, want zo'n schilderij wordt misschien ook wel meer waard. Ja, nou, dat is ook wel gebleken. Want, ja, is ook zo? Ja. Jawel, want er zijn schilderijen die waren in bruikleen verstrekt aan iemand en daar hebben wij ze gefotografeerd. En toen vroegen ze terug omdat ze dachten, oh, die worden ze geld waard. Ja, zou ik ook doen. Maar de meeste schilderijen die hier in de boek staan, maar ook die we later hebben gevonden, die hebben allemaal een eigen verhaal. En dat verhaal, dat maakt het nou zo boeiend
om met dit project bezig te blijven. Het laatste verhaal is van gisteren, want het gaat nog steeds door en ik laat het niet los. We hebben een paar jaar terug, ik denk in 2013, een schilderij gevonden in Breda van een Castres watermolen. Dat schilderij hadden we niet en ik wist zeker dat het er moest zijn. Want Jansen heeft bijna alle watermolens op de Dommel geschilderd. Vanaf Belgische grens tot aan Den Bosch toe. Alle watermolens. Castres watermolen, die misten we. Dus die moet ergens zijn, maar ja, ga het maar eens zoeken. Ja. Die vonden we in Breda. Dat stond in Breda ergens op zolder. Iemand deed er niks meer mee. Ik zei, nou, ik weet misschien wel iemand. En dat is nu, hangt dat bij iemand die het heel graag wilde hebben. En ook dicht bij de Castres watermolen woont. Och, dat is leuk. En ja. In de eerste instantie vonden wij de schilderijen allemaal in Boksel. Ja. Maar nu hangen ze in heel Nederland. Maar we hebben ze zelfs gevonden in Canada, in Frankrijk, in Duitsland, Nieuw-Zeeland. Oh, Nieuw-Zeeland is al aangekomen, zeg. Nieuw-Zeeland is ook een apart verhaal. We hadden hier een tentoonstelling in het MUBO. Hm? En daar komt een familielid van de vrouw van Pierre Jansen, die heet Arnoldus, uit Frankrijk. Die is daar bij de tentoonstelling en die ontmoet een kleinzoon van Pia Jansen, die woont in Den Bosch. Die twee kennen elkaar niet, maar raken in gesprek en zien daar, en daar sta ik dan bij. En dan zegt Peter Jansen, de kleinzoon, die zegt, goh, ik weet nog, in Australië, daar heeft men ook ooit schilderijen aan verkocht. Dat weet ik nog, bij mijn moeder, of bij mijn vader, mijn opa moet ik zeggen. Bij mijn opa hadden ze een schilderij gekocht en is naar Australië gegaan. Ik zeg voor de gek, zeg me welke plaats, ik ga het morgen halen. En hij begint na te denken van, ja, hij noemt heel veel plaatsnamen op Australië. Nee. Nee, zegt hij in Christchurch. Ik zeg, ja, maar dat is geen Australië, dat is Nieuw-Zeeland. Oh. En hij noemde een naam. En ik s'avonds Google op die Christchurch, die naam. Ja. En nog iets, Nieuw-Zeeland. En toen vond ik die naam. Die heb ik een mail gestuurd. Van klopt het dat er een schilderij in de familie is? En er ging een dag overheen. Toen kreeg ik vanuit een hele andere plaats, vanuit Nieuw-Zeeland, van zijn moeder, een mail met drie foto's. Want ze had drie schilderijen van Pierre Jansen. En een van de schilderijen was een boerderijtje in de Rozenhof in Liemt gemaakt. Dus zo, al die schilderijen hebben een verhaal. Leuk zeg. Dat vind ik eigenlijk toch wel een mooi cadeau. Het is eigenlijk inderdaad een voortzetting van mijn werk. Ja. Het is ook onderzoek. Ja, en je bent nog niet klaar. Nog lang niet. Nog lang niet klaar. Maar dit lijkt me wel heel bijzonder. Ja. Het is ook hij heeft ook mooie schilderijen gemaakt. Hè? Het is niet alleen een impressionistische schilder, het is ook een realistische schilder. Ja. En veel mensen vinden dat jammer. Als je kijkt naar de ontwikkeling van een schilder, kun je in zijn hele, zijn oeuvre kun je een ontwikkeling zien. Ja. Maar Jansen schilderde toen hij van de academie afkwam in 1888 geloof ik, 1898, schilderde hij hetzelfde als wat hij in 1952 toen hij stierf schilderde. Ja. Altijd hetzelfde. Dan zeggen ze, hij schildert op een academische manier en is hij blijven doen. Ja. Nou ja, weet je wat het is? Voor de ene is dat minder boeiend en de andere kant kunnen ook zeggen, ja waarom niet? Hij heeft wel hele mooie schilderijen gemaakt, toch? Ja, jawel, alleen kun je ze vaak zijn schilderij niet dateren. Want dit schilderij kun je dateren aan het torentje wat op de kerk staat en op de huisjes die ervoor staan. Want die huisjes die ervoor staan, die zijn in 1923 afgebroken. En in 1923-24 is de kerk gerestaureerd en is dit spitse torentje erop gekomen. Want daarvoor zat er een Romaans torentje op, zo'n koepeltorentje. Oh, ja. Dus dan zeg je, nou, dit schilderij is gemaakt tussen 1923 en 1924. Ja. Maar dat is niet waar, want hij heeft ze ook gesigneerd als 1950. Oh. Maar hij had gewoon, dit plaatje had hij en dan schilderde hij dus de foto of het plaatje na. Oh, dus hij schilderde toch veel van de plaatjes. Ja. Ja. Maar hij ging ook met zijn schetsboek de wei in, zeg maar. Ja, ja. We hebben schetsboeken gevonden. We hebben meer dan 200 schetsen gevonden. Oh. Die lagen bij een kleindochter op zolder. En die dacht dat het geen waarde had. Nou, voor ons ontzettend veel waarde. Ja. Alleen, jammer was dat we het schetsboek pas ontdekten nadat het boek uitkwam. Ja. Ik heb schilderijen proberen te beschrijven. Dat ik niet wist waar ze gemaakt waren. Ik had onder andere de watermolen in Spoordonk. Maar ik twijfelde. Ik was niet 100% zeker. Maar ik was 95% zeker. Dus hij staat er wel in als Spoordonkse watermolen. En toen vonden wij bij
die schoenendoos met schetsen, vonden wij een schetsboek waarin stond Spoordonk, Watermolen. Ja. Dat was precies dat plaatje, nou is het 100%. En ja. Daar gaat het bij mij om, ja. Ik wil het zeker weten. Ja. Ja. Eigenlijk is dat al vreemd dat ik iets met 95% zekerheid inzet. Ja, dan hadden we eigenlijk gedacht van doe ik het wel goed, want het is niet waterdicht. Ja. Ja. Zijn er nog meer groepen waar jij in zit? Ik geloof het wel, ja. Oh, ja. Onder andere in een werkgroep waar onder andere Hans de Visser in zit en Maarten Melis en Guus de Kooi. We hebben een werkgroep die bezig is met het maken van korte films over de historie van boksel. En vooral de kanon van boksel die in het MUBO hangt, om die te visualiseren. Dus in het MUBO hangt een plaatje van een gebeurtenis. En dat gaan wij met die groep visualiseren middels een filmpje. En dat filmpje, dat is wel high-tech, want het moet jeugd aanspreken. Ja. En het moet iedereen die geïnteresseerd is aanspreken. Het eerste filmpje wat gemaakt is ging over het bloedmirakel. Mm-hmm. Het tweede filmpje wat gemaakt ging over de leenbrief. Dat is vorig jaar uitgekomen, in september. En nu het derde filmpje, maar dat gaat nog professioneler worden. Gaat over de bouwgeschiedenis van de Sint-Petersbasiliek. Dus de hele geschiedenis van de Romaanse kerk, Motheuvel of Motteburgt. Mm. En de kerkheuvel, totdat daar de Romaanse kerk en uiteindelijk deze kerk er staat, die gaat gefilmd worden. Zo. Met allerlei technieken. En ik ga daar niks op verklappen. Nee, want het is wel want heel dat wordt heel bijzonder. Dat wordt dan op de televisie, komt dat dan uit? Waar wordt dat dan? Waar kunnen mensen een film zien? Het filmpje dat wordt gemaakt onder de paraplu van de Heemkundekring. En dat filmpje wordt uitgezonden bij Omroep Dommeland. Dat komt straks op YouTube. Dat wordt bij MUBO uitgezonden, regelmatig gedraaid. We willen daar ook veel publiciteit aan maken. En dus het wordt een scholenproject. Ja, waarom net dus de basisscholen die gaan daar aan meedoen. Ook met het maken van de film, maar ook met een lesplan wordt er geschreven. Zodat die scholen al heel vroeg leren hoe zo'n kerk ontstaan is. Ja. Zo'n gebouw groeit. Waarom is het nou zo belangrijk voor jou dat mensen steeds meer weten over de historie? Want daar zit jij nou helemaal in. Ja. Waarom is dat nou zo? Ik denk dat je historie nodig hebt om je toekomst te kunnen bepalen. Als jij in de toekomst wil kijken, heb je historie nodig. Je moet ook terug kunnen kijken. Je moet de goede dingen die we gehad hebben, de goede dingen die er geweest zijn, die moet je niet afbreken. Je kunt niet alles bewaren, dat weet ik wel. Maar er zijn projecten in Boksel geweest waarvan we denken, nou, was er dat nog maar. Noem het bijvoorbeeld het oude postkantoor. Als je per se gewild had, had je daar ook appartementen in kunnen maken. Ja. Was het dan misschien wel iets duurder geweest, maar fijn. Dan had je wel het mooie pand bewaard. Ja. Een pand wat in 1912 is gebouwd. Dat is in de jaren 90 alweer afgebroken. Dat is zonde. Het station. Het station. Ja, Duinendaal. Ja, niks meer dan. Zo zijn er een paar villa's in Boksel die ooit op de nominatie hebben gestaan om afgebroken te worden. De cultuurhistorische as vanaf de kerk, dus zeg maar de processiepark, wat ooit gemaakt is via de Burghakker naar Kasteel Stapelen. Ja. Die moet je koesteren. Ja. En niet zozeer dat zo'n belangrijke straat is. Nee, je moet Stapelen verbinden met de kerk. Ja. En dan heb ik het niet over het instituten, dan heb ik het over de gebouwen. Ja, ik snap. Over de monumenten. Ja. Stapelen is een monument en de kerk is een monument. Ja. Zo zie je dat meer. Ik snap het wel, maar het lijkt me toch wel een heel gestoei. Ik kan me niet voorstellen dat de jeugd hier wakker van wordt. Nee, maar de jeugd wordt straks ook ouder. Ja, dat is iets anders. Ik ben 30 geweest. Toen jij geeft het door daar. Ja, toen ik 30 was, interesseerde mij dat ook niks. Toen wist ik ook niet wat heemkunde betekende. Had ik ook geen oog voor Duinendaal. Nee. Dat interesseerde mij niet. Maar als je ouder wordt, dan kijk je daar toch anders naar. En ik weet dat mijn kinderen ook ouder worden. Ja. En als wij nu alles afbreken, dan zeggen onze kinderen straks van, ja, maar dat hebben onze ouders afgebroken. Want dat zeggen wij nu ook, hè. Ja. Onze ouders hebben dat afgebroken. Ja. En ik wil bij die categorie horen die dat niet heeft gedaan. Ja, dat is wel mooi. Dus ik probeer dat in leven te houden. Ja. In leven te houden, ja. En ik hou van oude monumenten. Ja, is ook. Als wij op vakantie gaan, gaan wij
elke kerk of kathedraal die we tegenkomen, gaan we naar binnen. Ja, daar word je door geraakt. Ja, en niet zozeer van dat dat een kathedraal is vanwege het geloof. Nee, maar... Dat ook wel mee, maar het monument op zich. Ja, hoe konden ze vroeger zulke bouwen neergezet hebben? Ja, dat klopt. Zo vol pracht en praal. Ja. En soms schiet je vol, omdat je zoveel moois ziet, dat je denkt... Er is zoveel ellende in de wereld. Hoe kunnen ze hier nou zoiets moois neerzetten? Als je alleen al de Sint-Pieter in Rome bekijkt van binnen. Ja, dan denk ik, hoe is de godsnaam mogelijk? Je valt bijna van je geloof af als je dat ziet. Ja. Zo mooi. Ja. Ja, en dan zijn zo'n dan, rijkdom. Ja, zo'n rijkdom. En dan terwijl er zoveel armoe is. Ja. Nou, wat voor de historie van Boks ook belangrijk is, is de bloedprocessie. Die we al sinds 1380 kennen. Sinds Toon Slaats vorig jaar is overleden, hebben Hans Verliemt en ik zijn werkzaamheden overgenomen. Mm. En dat valt niet mee, want iets wat iemand 40 jaar heeft gedaan, dat deed hij bijna uit zijn losse pols en wij moeten opnieuw beginnen. Ja. Hij heeft een goed archief achtergelaten, dus daar kunnen we veel uit putten. Maar wat heel erg is nu, al twee keer dat hij niet doorgegaan is de bloedprocessie, dat is al erg genoeg vanwege de regen. Maar de huur is opgezegd in de bibliotheek waar we onze kleding hebben hangen en waar we onze naaikamer hebben. Waar we 10 weken van tevoren, voor de bloedprocessie, al beginnen met het klaarmaken en het herstellen van kleding. Ik heb denk 6-7 scholen in Boksel aangeschreven of er ruimte is. We zijn bij de gemeente geweest, Hans Vlimt en ik, bij de gemeente geweest om te vragen of ze ruimte hebben. Bij de pastorie zijn we geweest of we kunnen... ruimte van de koetshuis kunnen gebruiken. Dus we zijn echt op zoek naar ruimte. Maar mocht er nog iemand zijn in Boksel, maar ik heb ook ruimte waar we gebruik van kunnen maken. En wat is dat voor ruimte? Dat is een ruimte, we hebben ongeveer 80 vierkante meter nodig. Dat is om ruimte om de kleding op te bergen, een heel jaar lang. En 10 weken voor de bloedprocessie hebben we hem nodig. Want dan moeten we daar de pasavond organiseren. Ja. En we moeten de kleding kunnen herstellen. Dus we hebben flink ruimte nodig om naaimachines neer te zetten. En ik weet wel dat... zo'n grote ruimte, of ook 2 of 3 ruimtes dicht bij elkaar zijn, maar ook, die liggen niet voor het oprapen. Nee. Maar we hebben hem wel nodig, want als wij 31 maart moeten wij uit de ruimte, huur is opgezegd. En de eerste bloedprocessie is in juni volgend jaar. Dus we moeten voor die tijd een ruimte hebben. Nou, dan hebben we alweer een oproep. Weer een oproep. Wie weet, hoort iemand dit? Maar ik heb nog een oproep, ook voor de historie van Boksel. Okay. Met een clubje van de parochie zijn we nu bezig om het carillon, wat kapot is, om dat te laten restaureren. We hebben een plan gemaakt waarbij we het Baanderherencollege betrekken, waarbij we verschillende afdelingen van metaal tot hout bewerken, schilderen, elektrotechniek, die gaan ons helpen om het carillon te helpen restaureren. En zij kunnen dingen doen, die hoeven dus niet door een duur bedrijf te laten doen, waardoor dus de kosten heel naar beneden kunnen. Binnenkort is de eerste bezichtiging van een externe deskundige. Die gaat kijken wat moet er aan het carillon gebeuren. En dan wordt er een plan gemaakt van, dit laten we doen en dit gaan we zelf doen. En dan hopen we dat we op 11 juni volgend jaar, dat is de dag van de bloedprocessie, het carillon weer kan spelen. En dan wordt het feestelijk in gebruik genomen. Is het dan dat die klokken kapot zijn? Carillon. Of nee, wat is er dan kapot? De klok gaat niet zo gauw kapot, want daar hoor je heel goed als er een scheuring komt. Okay. Nee, het is de aansturing, het is de tafel, de speeltafel en de overbrenging van de speeltafel naar de klokken. Ja. Dat gebeurt nu met pneumatische hamertjes, maar dat moet allemaal anders worden. Zo heel technisch ben ik ook niet hoor, maar dat moet in ieder geval anders worden. Ja, ja. Maar ook de software, want er komt dadelijk een mogelijkheid om liedjes te spelen. Die je inprogrammeert, of die ingeprogrammeerd zijn. En die kun je dus doorsturen naar het carillon. En dat speelt dan automatisch die nummers. En zo kun je dus je nummers aanpassen aan de periode van het jaar. Sinterklaas, Kerstmis enzovoort. Ja. Natuurlijk moet het carillon ook bespeeld worden door een bijaardier. Heel belangrijk dat je daar ook concerten op geeft. En we lopen al met het idee om daar hele mooie concerten van te maken. Samen met harmonieën, Boksersharmonie, Gildebondsharmonie, andere harmonieën. Dus een samenspel van carillon en andere muzici. En dan wil jij, hebben dan mensen gaan sponsoren of geld gaan? Wat wil je eigenlijk hiermee zeggen? We zien mensen die hebben wel iets over voor het
carillon. Er zijn mensen die laten een erfenis na, of een legaat, voor het carillon. Maar we hebben het gezien met de begrafenis van Jan Jaspers, dat er gecollecteerd wordt speciaal voor het carillon. Er zijn andere. In de Protestantse kerk is een verkoop geweest van tweedehands spullen, waarbij de opbrengst was, gedeeltelijk, voor de restauratie van het carillon. Ja. Dus wil je als vereniging iets organiseren en haal je daar geld mee binnen, dan mag je dat heel graag beschikbaar stellen aan de restauratie van het carillon. Ja. Want hoeveel kom je nog tekort dan? Nou, dat weten we nog niet precies, omdat je nog niet weten wat het precies gaat kosten. Ja, want maar is dat duizenden euro's of ja, toch wel. Wat zijn jouw wensen voor jouzelf? Welk project ik nou wil gaan doen? Nee, weet ik niet. Of niet geen project, hè? Gewoon voor jouzelf. Project Christ. Project Christ. Ja, dat is een heel moeilijk project, denk ik. Ik ben ooit eens begonnen met mijn eigen stamboom uit te zoeken. En de stamboom van Betty. En daar ben ik eigenlijk mee gestopt, omdat ik heel veel tijd ging steken in heemkunde. Ja. En daar zou ik eigenlijk mee verder willen. Want ik kan een boek schrijven over de hele familie van Ekelen. Ik kan een boek schrijven over de familie Pastoor, want dat is bijna klaar. Ja. Alleen, ja, daar moet nog zoveel aan gebeuren, maar het komt er niet van. Ja. Omdat ik met zoveel andere dingen bezig ben. Ja. Ik zit heel graag in de archieven om dingen uit te zoeken. Ik wil vanzelf uitzoeken. En mijn eigen stamboom gaat terug. Ik ben tot 1420 teruggegaan. En dan vind ik mijn roots in België, wat nu België heet, in Wustwezel. Toevallig vlakbij Hoogstraten. Toevallig waar ook weer onze relatie met de bloedprocessie ligt. Maar ik wil dus nog meer van mijn eigen familie weten. En dat schiet erbij in. Ja. Want dat is het eerste wat ik dan laat liggen, want ik moet ze nodig. Ja. Foto's uploaden van de beeldbank of iets anders van heemkunde. En tijd voor jouzelf, zonder het speurwerk, wat blijft er dan over? Ja. Er blijft niet veel tijd over, hoor. Nee, maar zou je dat niet meer willen? Ik ben heel tevreden met wat ik heb en wat ik doe. Ik ga ook graag op vakantie. Ik ga graag met de caravan op stap. Ik ga liefst heel Europa doorkruisen. Maar ja, dat doe je ook geen 12 weken in een jaar. Dus die vakantie die nemen we echt wel. Je kunt het allemaal wel loslaten op zijn tijd. Nou, loslaten. Nou, dit boek heb ik geschreven aan de Bodensee. Bijvoorbeeld. Ja. Althans, gedeeltelijk. Dus ik neem soms mijn laptop mee op vakantie. Ja. Maar daar stoor ik niemand mee, want Betty zit een boek te lezen. Ja, en jij kijk lekker ding. Ja, ik doe mijn ding. Ja, maar is ook ontspanning dan, hè? Dat is mijn ontspanning. Het creëren van iets. Dat is mijn ontspanning. Ja. Chris, ik wil jou bedanken voor dit mooie gesprek. Mijn oren toeteren nog van al de mooie projecten waar jij in zit. En zeker van al die mooie boeken die je en jij hebt geschreven. Ik wens jou nog een mooi leven toe, met veel speurwerk. Dankjewel. Ja, ook dankjewel. Graag gedaan. Ik kom mijn ei kwijt.